Wereldhygiënedag 2017 wordt aangegrepen om het voorkomen van gezondheidszorg-associeerde infecties nog sterker te promoten. Gezondheidszorg-associeerde infecties zijn infecties die voorkomen in de omgeving van ziekenhuizen, verpleeghuizen of andere instellingen waar langdurige zorg wordt verleend. Hoewel in Suriname cijfers over het aantal mensen dat besmet is geraakt door gezondheidszorg geassocieerde infecties ontbreken, loopt dat aantal alleen in Europa en de Verenigde Staten al in de miljoenen. Middels goede handhygiëne kunnen deze ziektes worden voorkomen, stelt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Het bedrijf Intermed Caribe neemt daarom hierin het voortouw en zal samen met de RGD het BOG en de Districtscommissariaten van Paramaribo een awarenesscampagne starten onder scholieren. Ook voedseltechnoloog Ricky Stuttgart verleent hieraan zijn medewerking. Vanaf 2015 hebben leerlingen van de basisschool gedurende workshops geleerd hoe zij de handen het beste kunnen wassen. De workshops waren opgedeeld in twee campagnes waarvan de tweede tot mei 2017 loopt. Zo zal op 5 mei dat is Wereld Hygiënedag. de Save Lives Clean Your Hands campagne wordt voortgezet. Naast de verschillende basisscholen zullen dit jaar ook de studenten van Stichting Tana en de neverheidsschool meedoen. Op die dag zullen alle deelnemende scholen op een creatieve manier hun handenwassen boodschap uitdragen.